Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Er komen nog altijd reacties binnen bij AZ Delta na onze reportage over de West-Vlaamse arts. Hij zou zijn eigen sperma hebben gebruikt voor donorkinderen. Zometeen meer uitleg door Bram van de Putten. En ik praat ook met Petra de Sutter, zelffertiliteitsexpert. En in de VS is er opnieuw een omstreden beslissing van het Hoge Rechtshof. Deze keer met gevolgen voor het klimaat. We gaan naar Björn Soenes. En een rechter in Louisiana houdt voorlopig het abortusverbod tegen, maar wellicht niet voor lang. Women are, you know, clamoring for information, where they can go, what they need to do. The clinics, all three clinics here, stopped scheduling appointments last week. Now, you know, they're open again, so the patients are being rescheduled. Het is vrijdag 1 juli. Hartelijk welkom. De anonieme getuigenis van een donorkind die we hier gisteren brachten, blijft nazinderen. Tijdens een zoektocht naar zijn biologische vader kwam de man door DNA-onderzoek uit bij de behandelende gynaecoloog, een arts die jarenlang actief was in een ziekenhuis in Torhout. Hij is intussen met pensioen. De zaak roept veel vragen op, zeker bij ouders of donorkinderen uit die periode in de regio. De dokter zelf bevestigt nog ontkent en wil geen DNA-staal afstaan. Ik denk dat het sowieso fout is. Je gaat met de kinderwens naar een dokter, je stelt alle vertrouwen in die persoon en verwacht niet dat die man staat te masturberen en dat zijn zaak komt inbrengen. Als we dan zien wat er in Nederland gebeurd is, dat het gaat over tientallen donorkinderen. Van Jan Karbaatal staat het al op 81. Ja, dat is... Dat is maatschappelijk niet juist, dat is deontologisch niet juist, dat is ethisch niet juist. Mensen die allemaal ook in dezelfde streek geboren zijn, ja, wat is de kans dat er misschien een kans op incest of onze kinderen met kinderen van halfbroers of halfzussen, hoeveel keer heeft hij dat gedaan? Als arts doet je dat niet. Ik denk dat er inderdaad nog dossiers gaan opduiken. Dat er tientallen zou zijn, dat denk ik persoonlijk niet. Maar dat er nog dossiers gaan opduiken, daar ben ik van overtuigd. Ja. En ik nodig dan al de mensen uit die bezorgdheden hebben om inderdaad contact met ons op te nemen. En Bram van de Putten is in Torhout. Goedenavond, Bram. Hoeveel mensen hebben er tot nu toe gereageerd bij AZ Delta? Wel, Kathleen, op dit moment hebben we weet van zo'n 20 reacties. 7 reacties die zijn binnengekomen via VZW Donorkinderen. Dat is de organisatie die gisteren in onze studio ook al zei dat er ongetwijfeld nog gevallen zouden opduiken. 2 reacties gaan ook over het AZ Delta ziekenhuis hier achter mij. 5 reacties gaan over andere artsen in andere ziekenhuizen. En ook AZ Delta zelf, die hebben een contactpunt opgezet meteen na onze reportage. En daar zijn al 12 reacties binnengekomen. Dat is het cijfer van een uurtje geleden. Dat zijn mensen die allerlei vragen hebben. Dat zijn donorkinderen, maar ook wensouders. Die zullen allemaal een individueel traject krijgen, bevestigt de directie, omdat die mensen ook allemaal specifieke vragen of noden hebben en met verschillende vragen zitten. Dat zei toch de directeur eerder vandaag. Er zijn mensen die bellen, gewoon voor informatie. Er zijn mensen die bellen met de vraag naar psychologische ondersteuning. Er zijn mensen die nog anoniem bellen, die nog wat onzeker zijn of dat ze effectief in het verhaal willen verder gaan, die waarschijnlijk nog wat moeten nadenken. Maar die mensen willen we toch aan boord houden en vragen we zeker van een week nadien terug te bellen om contact te blijven houden, omdat ook die mensen willen blijven ondersteunen en helpen. Er zijn moeders, wensmoeders van toen, moeders van nu, die bellen en die zeggen, ja, wij zijn bevallen en wij zijn behandeld geweest in die tijd. Bij die arts zijn ook donorkinderen die gebeld hebben van ja, wij zijn bevallen in die tijd in dat ziekenhuis, wat moeten wij verder doen? Ja, Bram, wat met de arts zelf? Heeft hij nog verklaringen afgelegd?
Wel, Kathleen, de arts, die hebben we exact een week geleden gecontacteerd. We hebben toen het verhaal van het donorkind voor hem vastgelegd via mail. Hij wenste daar eigenlijk niet op te reageren. De enige reactie die collega Lauke van den Driessen toen kreeg, is dat hij het verhaal niet wou bevestigen, maar ook niet wou ontkennen. Vandaag wil hij niet verder reageren bij VRT Nieuws. We weten wel dat hij ondertussen al juridische bijstand heeft gezocht, omdat het parket van Kortrijk ook een gerechtelijk onderzoek heeft gestart. De collega's van VTM die zijn de arts thuis gaan opzoeken en daar heeft hij wel kort gereageerd. Hij zei dat hij eigenlijk strijdvaardig is en hij zegt: ik heb alleen maar mensen geholpen, ik heb geen moord gepleegd. En ook daar zei hij nog eens hetzelfde, hij wil het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen wat er gebeurd zou zijn meer dan 30 jaar geleden. En is er nog een reactie gekomen van de Orde van Geneesheren nu duidelijk wordt waar dit allemaal over gaat? Wel, ook die organisatie hebben we proberen te contacteren. Die wensen gisteren niet te reageren. En dat is trouwens iets waar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heel kritisch voor is. Ik stel voor dat we eens gaan kijken naar zijn reactie eerder vandaag in de Wetstraat. Ik vind dat de Orde van Geneesheren in dergelijke omstandigheden, als er een klacht binnenkomt, ook onmiddellijk moet kijken wat er gebeurt. Maar nog belangrijker, ik wil ook dat we naar een gegevensuitwisseling gaan tussen de verschillende fertiliteitscentra om gewoon te verhinderen dat je van dezelfde mannelijke donor kinderen krijgt bij heel veel verschillende vrouwen. En eigenlijk is de bedoeling dat er maximaal 6 verschillende vrouwen kunnen zijn bij wie een kind verwekt wordt van dezelfde mannelijke donor. En om dat te kunnen controleren en te kunnen handhaven, moet je dus gegevens uitwisselen. Ja, kritiek dus van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aan het adres van de Orde van Geneesheren. We hebben die vandaag opnieuw proberen te contacteren en de reactie die we kregen is dat ze niet willen reageren omdat ze gewoonweg niet mogen reageren en niet kunnen reageren op individuele gevallen. En je hoorde minister van den Broeke ook voorstellen om die informatieuitwisseling tussen donorcentra beter te laten verlopen en je voelt dat politiek wel reageert. Ook bijvoorbeeld Valérie van Peel van oppositiepartij N-VA heeft al gereageerd na de reportage en zij zei dat het nu tijd is om die anonieme donorschappen, om daar definitief komaf mee te maken, Kathleen. Oké, dankjewel Bram voor deze stand van zaken. En ik ga er nog op door met Petra de Sutter, vicepremier, maar ook fertiliteitsexperte. Mevrouw de Sutter, deze zaak lokt heel veel reactie uit. Hoe kijkt u ernaar vanuit uw expertise? Ja, we wisten in Nederland al van een aantal gevallen waar dat gebeurd was. Het was een beetje afwachten of ook in België dergelijke gevallen naar boven zouden komen. Helaas is dat dus nu wel gebleken. Het heeft ook aangetoond hoe belangrijk het was om regelgeving in te voeren. De wet van 2007 heeft heel veel geregeld, maar gelukkig in de jaren 90 was er toch wel al heel wat richtlijnen en reglementering. En dus dergelijke gevallen dateren van daarvoor. Het doet eigenlijk ook wel realiseren hoe belangrijk genetische afkomst ook is voor donorkinderen, ook in dit geval. En dus ja, leidt het onvermijdelijk tot de discussie rond de anonimiteit van donoren, zowel voor zaadcellen als eicellen. Gaan we zo meteen dieper op in. Als u verwijst naar Nederland, zegt u dan eigenlijk ook het was wachten tot het ook hier zou duidelijk worden dat dit kon gebeuren? Ja, we waren heel blij dat er nog geen gevallen naar boven waren gekomen in België. Maar het was misschien naïef om te denken dat dat bij ons niet zou gebeurd zijn. En helaas is dat dus wel degelijk zo. In Nederland zijn er al meerdere gevallen. Heel wat kinderen die op die manier weten hoe het met hun afkomst is via gynaecologen. Ik dacht drie of vier in elk geval gynaecologen die praktijk hebben gedaan. Nu komt er één naar boven uit Vlaanderen. Ik hoop dat daar mag mee stoppen natuurlijk. En het is eigenlijk schrijnend dat in het verleden inderdaad is gebeurd. Maar goed, ik hoop dat de kinderen die
die op zoek zijn zo goed mogelijk geholpen worden. Ik denk dat het ziekenhuis daar ook zijn best voor doet. En om te beginnen eigenlijk lopen er nog onderzoeken. Dus ja, over de zaak zelf kan ik verder geen uitspraken doen. Dat begrijp ik. Gisteren zat hier in de studio dokter Comaire, een collega nog van u geweest, in Gent in de jaren 80. Hij is ervan overtuigd, hij zei dat ook hier, dat dit niet mogelijk is, dat dit ooit gebeurd is aan de Universiteit van Gent, aan het ziekenhuis. Bent u het daarmee eens? Wel, ik ben in 1987 begonnen en toen hadden we eigenlijk al een goed werkende spermabank waar donoren zich aanmelden, gescreend werden en inderdaad hun zaadcellen doneerden voor fertiliteitsbehandelingen in een medische context, in een groot centrum. Dus dat lijkt me heel onwaarschijnlijk dat in grotere centra, grotere ziekenhuizen, dergelijke zaken zouden gebeurd zijn. Dus we praten van de tijd daarvoor en... Ja, waarschijnlijk vooral toch in solopraktijken, private praktijken, waar gynaecologen meerdere dingen deden, onder andere ook fertiliteit. Ik kan me niet uitspreken over de periode voor 1987, waar Franco Meire toen wel al actief was. Ik weet van in het begin dat ik daar was, dat het programma zeer goed en gereglementeerd, georganiseerd was, dat in elk geval. Maar de anonimiteit was natuurlijk wel de standaard. En ook de geheimhouding die daar rond hing. Dat was overal zo in de jaren 80. Ja, als we het hebben over die anonimiteit, dus de organisatie Donorkinderen, die vraagt absolute transparantie en ook de opheffing van die anonieme spermadonatie. Ook u bent wat dat betreft de voorbije jaren geëvolueerd in uw standpunt. Ja, dat is zo. En zoals ik zei, toen ik begon, was geheimhouding en dus ook de anonimiteit van de donor. Want ja, men vertelde niet eens aan de kinderen dat er een donor was gebruikt. Dat was de standaard, hè, vanuit het idee dat dat het best was voor iedereen. Intussen weten we wel beter. Ik ben geëvolueerd doorheen die jaren. Ik denk dat vandaag echt niet meer houdbaar is om nog met anonieme zaad- en eiceldonoren te werken. De kinderen hebben absoluut het recht op die kennis, op het weten hoe ze tot stand zijn gekomen en kunnen dan zelf beslissen op een zekere leeftijd of ze de identiteit van de donor willen kennen en eventueel zelfs contact zoeken. En dat is het systeem zoals het ook in Nederland is, al vele jaren trouwens. En je ziet in al onze buurlanden, recent ook in Frankrijk, dat de wet veranderd is, dat de anonimiteit eigenlijk afgeschaft is. Dus we lopen een beetje achter en dat is wel jammer, want in de fertiliteitsgeneeskunde zijn we altijd pioniers geweest, hè, waren we altijd koplopers in Europa, zelfs in de wereld. Dus dit moet eigenlijk toch wel dringend rechtgezet worden, vind ik. Nu, vandaag gaf minister Van Quickenborne ook al aan. Ja, een donorkind, u verwees er ook zelf net naar, moet zelf kunnen beslissen op een bepaald moment of het de identiteit van de donor wil achterhalen. Dat kan dan bijvoorbeeld op 16 of 18 jaar. Is dat een goed idee? Ja. En kan hier nu politiek iets bewegen? Want niet iedereen zit op dezelfde lijnen. Nee, er zijn argumenten waardoor het de laatste jaren nog steeds niet is gelukt. Het idee van, ja, dan hebben we minder donoren. Ik denk dat dat geen correct argument is. De rechten van die kinderen moeten toch voorop staan. Het is ook niet de bedoeling dat we naar een soort catalogus donoren gaan, zoals in de Anglo-Saxische landen, Verenigde Staten, waar wensouders uit een catalogus een donor kiezen. Nee, de donor moet anoniem blijven voor de wensouders, maar de identiteit van de donor moet beschikbaar zijn voor het kind als het op latere leeftijd, 16 zoals in Nederland of 18, echt wel zelf de vraag stelt, ik wil weten wie die donor is. In Nederland is dat goed georganiseerd via een centrum, wat een overheidsinstelling die bemiddelt en die kennis eigenlijk bijhoudt en dan aan het kind overdraagt als het kind het vraagt. Dus ik denk wel dat dat een goed model is. Nu, hoe het verder bij ons gaat evolueren. Wel, er liggen natuurlijk al een tijdje wetsvoorstellen klaar om de wet van 2007, die dit regelt, aan te passen. Dat zit in de handen van het parlement en opnieuw als lid van de regering ga ik mij daar niet mee moeien. Ik hoop wel dat daar werk van gemaakt wordt en dat men kan komen tot een wetswijziging, ook nog liefst in deze legislatuur natuurlijk. Oké, dat is helder. Mevrouw De Sutter, dank u wel voor dit gesprek.
Na de uitspraak over het recht op abortus heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof opnieuw een beslissing genomen met mogelijk verregaande gevolgen, deze keer voor het klimaat. De staat West Virginia was naar het Supreme Court gestapt om de afbouw van de kolenproductie aan te vechten. Die inkrimping wordt opgelegd door het Milieuagentschap van de federale overheid, maar het Hof heeft nu geoordeeld dat het agentschap het recht niet heeft om die uitstoot te reguleren. En ik praat erover met Björn Soenes. Ja, Björn, er kwamen meteen bezorgde reacties. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? Wel, in elk geval is het duidelijk dat het Hoge Rechtshof niet al te veel gedacht heeft aan het klimaat, maar aan juridische argumenten. En zij zeggen, je kunt geen regels opleggen via het Milieuagentschap als er geen wetgeving rond bestaat. En de vele regels die via het EPA, het Environmental Protection Agency, worden opgelegd, dateren nog door een beroep te doen op de Clean Air Act uit 1970, uit de tijd van Nixon. En in dit geval wil bijvoorbeeld Joe Biden, heeft die grote plannen om de kolencentrales, om de gascentrales te vervangen door centrales, stroomcentrales die gerund worden door kernenergie, zonne-energie of waterkracht. En dat kan hij nu niet opleggen. Hij kan wel regels bepalen over efficiency. Hij kan regels bepalen via dat agentschap over lekken die olie- en gasbedrijven al of niet kunnen maken of moeten opruimen. Maar het is een beetje in de marge. Dus wat het eigenlijk echt doet, Kathleen, is blootleggen hoe zwak de politiek hier is in Amerika. In een normaal land waar coalities worden gevormd of waar meerderheden bestaan in het parlement, keurt men wetten goed om milieuplannen of bestrijding van de klimaatopwarming af te kondigen. Maar ja, hier bestaat die meerderheid niet. En Biden mag dan zoveel plannen hebben als hij wil. Hij dacht, ik kan via een achterpoortje, via het Milieuagentschap, alsnog CO2-uitstootnormen opleggen. Dat gaat dus nu niet kunnen, wat des te meer de urgentie vergroot om wetgeving te maken. En dat is met heel veel dingen zo, omdat de politiek een beetje geblokkeerd en verlamd is, wordt steeds meer de rol van het Hoge Rechtshof belangrijk, die conflicten beslecht van staten of instanties die zeggen de overheid gaat zijn boekje te buiten, de federale overheid dan. Ja, en dan komen we bij dat andere heel belangrijke dossier, de beslissing om het abortusrecht weer in handen te geven van de staten. President Biden overlegt met een aantal democratische gouverneurs daarover. Kan dat iets uithalen? Wel, dat is een signaal aan de Amerikaanse burgers, maar dat zijn allemaal staten die al het abortusrecht in hun eigen grondwet gebeiteld hebben of willen beitelen, waar er dus niet veel zal veranderen aan dat grondrecht voor vrouwen. Maar hij heeft nog eens benadrukt op die ontmoeting met die gouverneurs dat hij er alles aan gaat doen om vrouwen die in de problemen komen in zuidelijke staten, midwestelijke staten, om die geen verbod te laten opleggen door hun gouverneurs in die staten om de staat te verlaten om elders een abortus te krijgen. Dat er daar dus geen straffen tegen mogelijk zijn, zoals sommige wetten in zuidelijke staten al beloven. Hij wil ook dat abortuspillen verkrijgbaar zijn voor alle burgers in Amerika. Ook al bestaan er wetten, zoals in de staat Louisiana, waar ook dat verboden is. Maar men weet ook, dat soort verboden, dat dat meer symbolisch is, omdat hoe gaat de staat Louisiana in godsnaam de post controleren waar twee pilletjes in zitten om een abortus te plegen in een of ander plasticje gehuld. Dan moeten ze alle post openmaken aan alle vrouwen of mannen in de staat. Dat is onmogelijk, maar het is natuurlijk wel het afdreigen, het intimideren van mensen die toch op zoek gaan, ondanks het verbod in hun staat, naar een onderbreking van een zwangerschap. We gaan zo meteen kijken naar een reportage die je gedraaid hebt. Waarover gaat die precies? Wel, er is chaos in vele van die staten, omdat er heel veel staten zijn die na het afschaffen van Roe v. Wade meteen gezegd hebben, er is een trigger law. Die trigger law zegt letterlijk, we halen de trekker over en meteen schaffen we het regionale recht in die staat op abortus af. Het is Amerika, we hebben het in het begin al gezegd, overal komen rechtbanken nu in het geding, wordt klacht ingediend om chaos te vermijden. Kan het nu toch nog een week, twee weken, een paar dagen tot er een hoorzitting komt, maar de facto weet men in die staten zal het recht op abortus verdwijnen. En
Ik heb gepraat met de activisten, met mensen die in die abortuscentra werken. Zij beschrijven de chaos, de paniek bij vrouwen. Activisten spreken over een nieuwe generatie armoede die zal worden gecreëerd. Zeker bij de zwarte bevolking in Louisiana. Een staatsparlementslid, dat was toch opmerkelijk, zei: kijk, ik ben een democraat, maar hier zijn veel democraten ook tegen het recht op abortus. Zij is er voor, maar ze zei: ja, kijk, we krijgen de kritiek dat wij als democraat te weinig doen. En dat is ook zo. Hè. Activisten zeggen bijvoorbeeld in de reportage: kijk, de democraten hadden jaren geleden met een meerderheid in het parlement een abortuswet kunnen goedkeuren. Ze hebben dat nagelaten omdat ze dachten dat Roe v. Wade nooit van zijn leven zou worden afgeschaft. En in de reportage wordt dieper ingegaan hoe de strategie is geweest van de Republikeinen om stilaan op alle niveaus de macht te grijpen en overal mensen met anti-abortus standpunten in die bestuursorganen te krijgen met de gevolgen die we nu kennen. Oké, we kijken. Dank je. In de abortuskliniek van Baton Rouge, Louisiana, is het een vreemde tijd. Abortus is illegaal gemaakt, maar een rechter laat het nu nog enkele dagen toe. Women are, you know, clamoring for information, where they can go, what they need to do. The clinics, all three clinics here, stopped scheduling appointments last week. Now, you know, they're open again, so the patients are being rescheduled. Patiënten krijgen we niet te spreken. Er is schaamte, er is angst. Dit is privé en intiem. Please think twice before you do this. Naast de abortuskliniek een centrum waar ze zwangere vrouwen afraden een abortus te laten uitvoeren. Iemand komt luiers brengen voor toekomstige moeders. Angela Atkins van de Nationale Vrouwenorganisatie is geschokt dat de publieke opinie wordt genegeerd. 80% of the citizens of this country support Roe v. Wade. They support abortion rights. They support birth control. In the 80s, the anti-abortion movement began then by getting their people elected to small political offices like school board, city council, and they just steadily worked their way up through the political system. And now they're in all aspects of our government. And so the voice of a very small minority is now making policy for the majority of the people here. Dear Mother Mary, guide the women of this nation to be holy, to be chaste, and to be loving mothers. Deze man, Richard Maloney, ziet dat helemaal anders. You are now at the American Holocaust Memorial. One of the most infamous death camps, murder mills in the country. Leroy T. Brinkley. This was an abortion clinic. Yes, abortion clinic. A death camp, as you'll see as you go through here. Richard neemt ons mee naar binnen in zijn anti-abortus museum. We're going to show this 5-minute quick film so that you have an idea what they did in this death camp. This is the end of a late term partial birth abortion. Gruwelijke beelden, mogelijk. Is dit het beeld van een miskraam? Het is niet te achterhalen of te controleren, maar het is wel erg akelig. Okay, so look at this. This is 10 weeks. Baby's been what? You saw it there, chopped up. Who gave you or anyone the right to kill that baby? Voor Richard zijn alle abortusdokters en alle vrouwen die een abortus krijgen moordenaars. One in four American women has an abortion during her life. These are all broken women? Oh, they're very broken. And the ones who aren't broken, believe me, that's a lie. Because I've never met a woman who wasn't broken. Now, it might take 20 years, it might 30 years, 40 years to come to reality of it, but they all turn to drugs. They all turn to sexual promiscuity. They all turn to a destructive lifestyle. In het staatsparlement van Louisiana in Baton Rouge zijn er ook een pak democraten pro-life, ook de gouverneur van Louisiana. As I think all of you know, my faith is very important to me. It is the foundation that guides me as I strive every day to be a better leader and a better person. Dit is het zuiden van Amerika, sociaal conservatief met veel godsdienst.
Mandy Landry is democratisch staatsparlementslid voor het progressieve New Orleans. Ze is voor het recht op abortus in een zuidelijke staat. Landry weet niet goed of Amerika nu al of niet wordt geregeerd door de wil van een minderheid. Is this a new generation of policy and politics in the US, or is it sort of a last gasp of the, you know, rich white slaveholders who form the country? And I don't know. I really hope it's their last gasp. And I mean, you can see the far right are really worried about the white birth rate. They're obsessed with it. And that to me says everything, what they're worried about. They don't want to ever be treated like a minority because they know how they treat minorities. Lakeisha Harris behoort tot de zwarte minderheid. Ze is assistent vroedvrouw en activiste. Abortus komt veel vaker voor bij zwarte vrouwen. We are the ones that need this service the most, and it's deeply connected to poverty, right? It's Could you explain that? So, black women in this state, in Louisiana, make 48 cents on the dollar for, in comparison to white men. So, there are economics that are involved. Sexual assault among black women are high rates. Incarceration is at high rates. There are so many intersecting oppressions that black people feel on this land that is deeply correlated to the abortion rates. Lakeisha vindt ook dat president Biden en de Democraten hen in deze abortuskwestie in de steek laten. The Democrats aren't doing enough. Absolutely not. They could have been solidified Roe v. Wade legislatively, you know? They could have been solidified some protections. So no, I don't think that anybody is doing enough. You're a Democrat, black activist, they say the Democrats aren't doing enough for us. They're not. Democrats have always had a problem. Yet you are one. Yeah, as I said before, snatching defeat from the jaws of victory, just tripping over our own feet. And some of it is because Democrats are your big tent party. There's a lot of different views, moderate to far left. So it's hard to get people on the same page. And what ends up happening is nothing. Aan het Capitool in Baton Rouge geloven actievoerders weerbarstig in verandering. People in buildings like this decide that we're not worthy of having basic human rights. Stop letting men tell women. My body. My choice. My body. My choice. My fucking body. My choice. Lokale politica Landry ziet ook heil in meer voorlichting en meer en goedkopere toegang tot contraceptie. You could dramatically lower unplanned pregnancies with easier to free and accessible birth control, just educating people on, especially our younger people, on when can you get pregnant? A lot of people just don't know. So I think a lot of money and effort spent on that side would help so much with unplanned pregnancies. Er is veel boosheid, en al zeker in de zwarte gemeenschap, over het afgeschafte landelijke abortusrecht. Do I still like living in America? I don't know that I've ever loved living in America. I know that I am a citizen of America. And, you know, America is like relatives, right? We love some of them. We don't always like it. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Onze collega's van de afspraak zijn er niet tijdens de vakantie, maar bij ons kan u altijd terecht. Een heel fijn weekend en tot maandag.